Benson is een opkweekbedrijf en productiebedrijf voor zacht fruit. Met name aardbeien, framboos, bramen en kruisbessen. Ikzelf ben verantwoordelijk voor alle opkweek van de bramen, frambozen, van alle buitenvelden en een stukje in de kas. Haifa is het producent van meststoffen. We proberen samen met de kweker de teelt op een hoger niveau te krijgen door de bemesting te optimaliseren. En ik hou me voornamelijk bezig met boomkwekerij en zacht fruit. Gezien de laatste droge zomers die we hebben gehad, wordt waterkwaliteit steeds belangrijker. Je zou het nu niet zeggen, want het regent nu. Onder waterkwaliteit, dan denken we natuurlijk aan pH, EC, ballastzouten, bicarbonaat en het ijzer dat in het water bevindt. Mm-hmm. We kunnen even meten. Even meten wat de pH is. Hij geeft nou een pH van 6,2. Nou, die pH van 6,2 is nu goed. Jullie gebruiken hier alleen 100% bronwater. Volgens mij was de pH daarvoor hoger. Inderdaad, we hadden voorheen deden we dus eigenlijk rechtstreeks vanaf de bronwater naar de unit toe. Hierbij hadden we vaak een pH van boven de 8 en bicarbonaatcijfers van 2 tot 3 millimol. Ja, dat is redelijk hoog, waardoor we eigenlijk met onze pH-regeling kregen we het water niet goed onder controle naar de juiste waardes. En sinds we hier bazijn van tevoren voorzuren, krijgen we die cijfers wat omlaag, waardoor de unit veel makkelijker naar de ideale waardes kan gaan. Ja, en dan zien we hier achter ons een fontein. Die heeft ook nut. Waarvoor dient die? Ja, hier doen wij dus eigenlijk het water spuien we op, waardoor het neerslaat, oxideert met zuurstof. Nou, deze reststoffen die zakken naar de bodem, waardoor het water minder ijzer bevat en daardoor schoner water naar de unit gaat. En dit zorgt er uiteindelijk voor dat we minder verstoppingen krijgen, omdat ijzer kreeg natuurlijk een neerslagreactie met bijvoorbeeld fosfaten, waardoor je verstopte drupplaats kreeg. Naast deze oplossingen kunnen we natuurlijk ook met behulp van onze meststoffen het probleem van de verstopte drupplaats oplossen. De planten staan er mooi egaal en strak bij, Tom. Zeker na de 3 weken groeizaam weer die we nu hebben gehad. Ja, zeker. Ze doen het echt heel erg goed. Ook, we hebben nou redelijk wat meststoffen meegegeven. Als je hier naar het blad kijkt, zie je ook onderin heb je een mooi donkergroen blad. Ja, bovenin is je mooi wel lichter met een oranje kop. Ja, ze doen het eigenlijk super. Ja, het ziet er gewoon goed uit voor dit jaar. Ja, nou hopen dat ze volgend jaar nog een goede productie geven. Ja, daar ga ik wel van uit. Ja, gelukkig hebben we dus bijna geen last meer van verstopte druppelaars, zoals je ziet. Ze zijn eigenlijk mooi schoon. Ja, ziet er goed uit. Als je naar de planten kijkt, naar de wortelontwikkeling, ja, is gewoon super. Ja, hier zie je toch echt wel dat de polyfosfaten ook wel zijn werk doen. Want je zegt, de druppelaars zijn mooi schoon. En door de polyfosfaten blijven de mineralen die neer kunnen slaan in de druppelaar blijven in oplossing. Ja. En beschikbaar voor de plant. Dus heel goed ziet het eruit. Perfect, het werkt super dus. Ja.